Dit is Drenthe Nu van dinsdag 19 juli met onder meer heet, heter, heetst. De temperatuur liep flink op tot een nieuw dagrecord. 5000 deelnemers zweten door de eerste dag van de Drentse fietsvierdaagse. En zwembaden kunnen de drukte nauwelijks aan. Ondanks de warmte ging vandaag gewoon de fietsvierdaagse van start. Wordt het de komende dagen koeler? Door over Heumeer naar het Nijs. Heel goedenavond. Ja, het is vandaag snikheet in de provincie. En vooral voor ouderen kan dat gevaarlijk zijn. En daarom is er onder meer bij zorggroep Triant een hitteprotocol van kracht. Niet te gekke dingen doen, veel drinken, eten en liggen in de stoel. En dat is het. De temperatuur loopt vanochtend al gestaag op in woonwijkcentrum Holdert in Emmen. Bewoners worden op hete dagen als deze extra goed in de gaten gehouden. Wat is de temperatuur dat u zegt van nou, dit wordt mij echt te heet? 30. Maar het heeft ook omdat ik last van mijn hart heb. Hè. Daar heeft het ook mee te doen. Vooral voor de kwetsbare ouderen, mensen met diabetes, hartfalen. Daar moeten we extra aandacht voor hebben. Ook omdat ze soms dat zelf niet goed doorhebben. Maar het kan zeer zeker gevaarlijk zijn. Vanwege de warmte zijn er minder activiteiten voor de ouderen. Maar er worden wel waaiers geknutseld. Het werkt wel, hè? Het voelt echt hoor. Nou, en dan hebben we toch al iets wat geen geld kost. Wie echt oververhit dreigt te raken, kan een voetenbadje krijgen. En er worden vandaag extra ijsjes uitgedeeld. Een raketje. Een ouderwets raketje. Goed zo. Geniet ervan. En verder is het credo, doe maar rustig aan. En dat hoef je deze mensen geen twee keer te vertellen. Gewoon rustig blijven, dat is het beste. En dan kunnen wij, ja, we hoeven verder niks meer te doen. Wij hebben ons werk gedaan, toch? En niet alleen ouderen, maar ook dieren lusten met het weer wel een ijsje. Al zien ze er wel wat anders uit. Voor dieren is dat ook hartstikke leuk om een ijsje te krijgen. En het is dan niet een soft ijsje met slagroom of heel zoet, hè? Maar bijvoorbeeld de ottertjes die kunnen we een visijsje geven. Er zijn een paar visjes verstopt in een ijsje. Daar zijn ze lekker mee aan het spelen, vinden ze heerlijk. De bavianen die krijgen fruitijsjes. De verblijven zijn zo gemaakt dat elk dier genoeg schaduw heeft. Al vinden sommigen het ook wel prima in de zon. Maar we doen natuurlijk extra dingen als het zo heel erg warm is. Dus we houden de dieren heel goed in de gaten. De olifanten achter ons bijvoorbeeld, die kunnen we met de brandslang lekker nat spuiten. Vinden ze heerlijk. Maar als je normale habitat zo'n 30 graden kouder is dan hier, wordt het een ander verhaal. De ijsberen die hebben het een klein beetje extra warm, omdat ze natuurlijk een goede isolerende vacht hebben. Dus die doen, nou ja, niet zoveel op een dag zoals vandaag. Tenzij ze te warm krijgen, want dan gaan ze lekker zwemmen. Nou, fietsen in de hitte dan. Nou, daar draaien de deelnemers van de Drentse fietsvierdaagse hun hand niet voor om. De echte fanatiekelingen stonden gewoon aan de start van de 56e editie van het evenement. De meeste fietsers waren er al vroeg bij in Assen. Gewoon rustig blijven. En maar kijken. En anders afstappen. Hè. Ondanks de hitte gingen 5000 mensen van start op de eerste dag van de fietsvierdaagse. Een van hen is Lisbeth IP. Zij heeft geen editie gemist. Ik ga voor de 56e keer mee fietsen. 56 keer? Ja, dat is een heel eind. Als je het nu bekijkt. Ik ben in de vorige eeuw begonnen. Aan haar de eer om de vierdaagse te openen. 17 jaar was Lisbeth toen ze voor het eerst meefietste. In de stad hing een aanplakbiljet en dat er een fietsvierdaagse zou komen. En ik had, omdat ik voor de Muro geslaagd was, had ik net een nieuwe fiets gekregen. Ik denk, nou, dat is wel een leuke vakantie om 4 dagen te gaan fietsen. En zo is het gebeurd. En het was dus blijkbaar ook leuk. Het was leuk, want anders was ik niet weer gekomen. Ik ben er klaar voor, ja. Ja. En nog op een gewone fiets zie ik. Ja. Ja. Ja, dat gaat nog prima. Ja. We hebben wapen bij ons en we hopen een beetje door het bos te fietsen. Dat is wel lekker. Ja. We wachten vooraf, we doen rustig aan. We gaan de hele dag over doen. Wij hebben natuurlijk wel een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Dat wil zeggen dat wij wat extra mensen hebben die paraat staan om mensen eventueel op te halen als het nodig is. EHBO is wat extra alert aanwezig. En voor de rest gaan we uit van het gezonde verstand van de mensen. En dat ze gewoon voor zichzelf goed zorgen.
ik ken zo langzamerhand de routes wel. Maar omdat je altijd meegedaan hebt, denk je van, het is toch eindelijk jammer dat het er een keer ontbreekt. Als het nog kan, probeer het dan en ga zo lang mogelijk door. Want fietsen is goed voor je gezondheid. 5 jaar cel, dat eist het Openbaar Ministerie vandaag tegen een man van 31 uit Hogeveen. De man heeft volgens het OM behoorlijk wat op zijn kerfstok. De Hogeveener wordt verdacht van 7 autobranden, afpersing en van poging tot doodslag op zijn neef. Vorig jaar augustus wordt aan de Bilderdijklaan in Hogeveen geschoten. Er worden die nacht meerdere schoten gelost. Aanleiding is een uit de hand gelopen familieruzie tussen 2 neven. Beide ontkennen zelf geschoten te hebben en wijzen de ander aan als dader. De andere verdachte in deze zaak moet zich morgen voor de rechtbank verantwoorden. Een man van 48 uit Zuid-Laren is overleden nadat hij gisteravond zwaar werd mishandeld. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Het slachtoffer werd gisteravond gevonden in een pand op het terrein van Dennenoord in Zuid-Laren. Hij was ernstig gewond. Vandaag overleed hij aan zijn verwondingen. De politie heeft in verband met deze zaak vanochtend een man van 32 uit Zuid-Laren aangehouden. Volgens de politie is er nog niets te zeggen over wat er precies is gebeurd. De handballers van Hurry Up spelen in de eerste ronde van de Europa Cup tegen HC Berchem uit Luxemburg. De eerste wedstrijd is in het weekend van 10 op 11 september, het tweede duel een week later. De club uit Zwarte Meer eindigde het afgelopen seizoen op de 5e plaats. Maar nadat Alsmeer en Bevo afzagen van een Europees ticket, ging Hurry Up ermee aan de haal. In 2015 speelden beide clubs ook 2 keer tegen elkaar. De Drenten verloren toen. Met dit warme weer duik je het liefst een zwemplas of een zwembad in. Maar dan moet dat wel kunnen. Veel buitenbaden hebben moeite om genoeg badmeesters en juffen in te zetten als er veel bezoekers komen. Een paar maanden geleden vroegen buitenbaden zich af of ze deze zomer nog wel open konden. Zo had Bosbad Noordslee nog wel wat handjes nodig. Deze week worden er dankzij het warme weer veel gasten verwacht. Kunnen de baden het wel aan? We hebben gelukkig een heel flexibel team. We zijn met z'n vieren en met z'n vieren kunnen we het basisrooster heel goed dichtkrijgen. En zoals je kunt zien zijn we nu met z'n drieën, even zelfs met z'n tweeën normaal. En dan doen we dat allemaal extra erbij. En we vinden dat heel leuk om te doen, maar eigenlijk moet er nog wel in het basisteam 1 bij. Doordat de toezichthouders daar extra hard werken, hoeft het bad niet te sluiten. Dat doen we natuurlijk alles aan om dat te voorkomen. Maar ja, in het allerergste geval ja, zou dat zo kunnen zijn. Of dat je in ieder geval een beperking aan het bezoekers moet opleggen, omdat je maar 1 toezichthouder hebt. In de gemeente Tinalo hebben ze 3 zwembaden die onder 1 stichting vallen. Daar hebben ze ook een personeelstekort, zeker op dit soort dagen. Door het binnenzwembad Aqualade te sluiten, kunnen we in de Leemdobben en Lemverdingen kunnen we zo zorgen dat we voldoende personeel hebben om het verantwoord open te hebben. Want druk wordt het zeker met dit weer. De buitenbaden zijn populair. Nou, we hadden er gisteren goed 1000. En vandaag is het nog een graadje warmer. Dus ik verwacht ja, tussen de 1000 en 1500 zwemmers per zwembad. En hoeveel personeel heb je dan nodig? Nou, minimaal 6. En het liefst 7. Maar toch zeker 6 personeelsleden. Rutgers benadrukt het belang van voldoende toezicht. Ook met het oog op asielzoekers en vluchtelingen die willen zwemmen. Je moet echt voldoende mensen hebben. En we hebben met een gemêleerd bezoek te maken, waarvan ook mensen bij zitten die de zwemkunst niet machtig zijn. We hebben nu te maken met Oekraïners die in onze gemeente woonachtig zijn. We hebben asielzoekers die woonachtig zijn. Daarvan weten we überhaupt niet wat ze kunnen. Die denken vaak heel goed te kunnen zwemmen. Maar onze ervaring is dat dat absoluut niet het geval is. Dus ja, je wilt de veiligheid voor hen ook waarborgen. En je wilt ook dat je personeel niet in een situatie terechtkomt dat er iets ernstigs gebeurt. Dus daarom is het totaal aantal personeelsleden op zo'n drukke dag ja, het allerbelangrijkste. Rustig aan doen is met dit weer het allerbelangrijkste. Nou, dat heb zij heel goed begrepen. Vanavond en vandaag blijft het nog lang heel erg warm. Ook vandaag koelt het nauwelijks af. Als je geluk hebt, komt de temperatuur net onder de 20 graden. Klammig dus. Morgen begint nog zonnig. Het kan ook nog goed warm worden, hoor, wel zo'n 32, 33 graden. Maar in de loop van de dag komt de bewolking. En ook 's avonds regen- en onweersbuien, waarbij het flink kan gaan plensen.
Kijken we dan nog even naar de volgende dagen. De donderdag, die verloopt bewolkt en buiig met een graad of 21. Vrijdag en zaterdag, ja, dan is het alweer droger. Is vaker de zon erbij en wordt het 22 graden. Ik denk dat ik hier nog even op Montmartre in Oosterhessen rondkijk naar de schilderij Gies. Mooi! Jullie, dankjewel. En tot zover Drentse Nieuws. Meer vindt u altijd op onze app en site rtvdrenthe.nl. En daarop staat onder meer ons live blog over de warmte van vandaag. Zo zie je hoe onze weerman Roland van der Zwaag een ei probeert te bakken op het dak van zijn auto. Zeg, heb een mooie zomeravond, hè? En graag tot morgen.